Het is inmiddels één jaar geleden dat wij zonnepanelen hebben laten plaatsen op ons huis. Dus natuurlijk wil ik gaan kijken wat het heeft opgeleverd. Aan de ene kant natuurlijk wat voor stroom het heeft opgeleverd. Maar aan de andere kant natuurlijk ook in euro's wat het heeft opgeleverd. Juist om te zien of het een goede investering is geweest. En ook voor kleine ondernemers heb ik nog een tip om het rendement te optimaliseren. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl, waar we praten over geld en geld verdienen en het liefst op een passieve manier. Vaak gaat dat over aandelen, maar het kan ook anders, bijvoorbeeld door te investeren in zonnepanelen. En dat is dus wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. En heb je nu geen mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen om ze zelf te plaatsen, zoals ik ook had toen ik nog een appartement had? Dan kun je natuurlijk ook gaan beleggen bij bijvoorbeeld de Giro om toch rendement te kunnen maken. En een link om gratis een account te openen bij de Giro vind je onder deze video terug. Maar laten we dan even gaan kijken naar welk systeem bij ons is geplaatst, met welke panelen dat waren, wat de opbrengst daarvan is en wat het ook ons gekost heeft. We hebben 10 zonnepanelen laten plaatsen met 325 Watt piek per paneel. Het gaat om de volgende panelen die hier in beeld staan, mocht je meer specifieke informatie willen. En op dit moment zullen panelen natuurlijk vaak efficiënter. Zijn en dus ook meer opbrengen. We hebben natuurlijk ook een omvormer. En deze is van Solar Edge. En deze is natuurlijk geschikt voor ons systeem van 3,25 megawattuur. Ik heb ook nog gekozen om ervoor te zorgen dat alle tiende panelen onafhankelijk van elkaar energie opbrengen. Je kunt ze ook koppelen, dat gebeurt ook vaak. Maar als dan één paneel wat schaduw heeft en wat minder opbrengt, worden ook andere panelen gelimiteerd, en aangezien er bij ons voor het huis een boom uh, staat. Die nog wel wat kan groeien de komende tijd, heb ik ervoor gekozen om deze optimizers te plaatsen. Juist om ieder paneel onafhankelijk van elkaar zoveel mogelijk opbrengst te laten hebben. En kijken we dan naar de kosten van dit totaal. Het heeft ons in totaal 3900 euro exclusief btw gekost. Want de btw kun je terugvragen omdat je als ondernemer wordt beschouwd voor de Belastingdienst maar, er is één grote maar, je moet namelijk goed opletten als je al een btw nummer hebt, omdat je misschien zelf ondernemer bent, zzp'er bent, in dat geval moet je zorgen dat het energiecontract op naam van je partner staat, die nog geen btw nummer heeft, want dat btw nummer wil je alleen gebruiken voor je zonnepanelen, en daar is het voor ons misgegaan, daardoor hebben we de btw niet teruggevraagd, of niet terug kunnen vragen en heeft het ons uiteindelijk dus ook 4719 euro gekost, bij ons was het zo dat namelijk het contract op mijn naam stond, en omdat ik Ondernemer ben, heb ik al een btw-nummer vanuit mijn eigen onderneming. En dan had ik natuurlijk wel de btw terug kunnen vragen via dat nummer. Maar dat zou ook betekenen dat in de toekomst, wanneer ik uh, terugverdiend heb en energie blijf opwekken, dat ik btw moet gaan betalen over de energie die ik opwek. Omdat ik dat niet per se wil, omdat het een heel boekhoudkundig proces wordt. Wat ik liever niet bij ga houden, heb ik ervoor gekozen om dus niet de BTW terug te vragen. Maar dat zorgt er dus wel voor dat we een groot verschil hebben. Want het scheelt iets meer dan 800 euro in ons geval. Dus als je dat goed regelt, als je zorgt dat het contract op de juiste persoon zijn naam staat. dan kan dat dus extra geld, extra rendement opleveren. Dus dat is zeker ook een tip voor ZZP'ers, kleine ondernemers die deze video kijken. om in ieder geval te zorgen dat dat goed geregeld is in jouw situatie. En laten we vervolgens dan even gaan kijken naar wat het heeft opgebracht de laatste. Ja, twaalf maanden dus. Uh, kijken we naar mijn totale opbrengst het afgelopen jaar... dan was dat 3,31 megawattuur. Oftewel 3310 kilowattuur. De app van de omvormer laat het ook heel mooi en overzichtelijk zien. Zo hadden we bijvoorbeeld vorige maand een opbrengst van 346 kilowattuur. Waarbij op de goede dagen... Waarbij veel zon is, we net boven de 10 kWh per dag uitkomen. Zoomen we uit naar het hele jaar, dan zien we duidelijk verschil tussen de maanden. In de donkere maanden, december en januari, halen we niet eens de 100 kWh per maand. Terwijl in de zomermaanden, of eigenlijk net voor de zomer, we zien dat we makkelijk, of in ieder geval net boven de 400 kWh per maand uitkomen. En als we gaan kijken naar het overzicht van de zonnepanelen, dan zien we wel kleine verschillen in opbrengst per paneel. Het paneel linksonder, dat heeft de meeste uh, kWh opgebracht, namelijk 343 kWh, terwijl het paneel rechtsboven het minst heeft opgebracht, met 336 kWh. En nu we weten wat de opbrengst was, namelijk 3310 kWh, kunnen we gaan berekenen wat het heeft opgeleverd. Daarvoor hebben we de stroomprijs nodig en deze vind je op het contract of op je afrekening van je energieleverancier. En even een snelle tip: op mijn website heb ik een vergelijker staan om te zien welke aanbieder het meest voordelig is in jouw situatie. Zelf kijk ik ook ieder jaar welke aanbieder van stroom het beste bij mij past om te zorgen dat ik niet te veel betaal. Dus bekijk de link onder deze video om deze vergelijker te gaan bezoeken en kijken we dan naar de berekening. Dan heb ik een verschil gemaakt tussen daltarief en normaal tarief. Via mijn eindafrekening heb ik gezien dat de teruglevering in het daltarief 534 kWh was en in het normaal tarief 1196 kWh samen is dat iets van 1700 kWh en dus niet de 3310 die we volgens het systeem hadden en dat komt natuurlijk omdat we niet alles hebben teruggeleverd uh, maar op sommige momenten natuurlijk ook direct hebben verbruikt bijvoorbeeld als we in het koken waren of als de airco aan heeft gestaan dus eigenlijk hebben we daar ook een voordeel behaald omdat we anders die energie hadden moeten inkopen dus dat is eigenlijk altijd wel binnen een normaal tarief op momenten dat overdag uh, de zon schijnt verbruiken we het meteen en op die twee getallen samen komen we uit dus op de 3310 kWh die we hebben opgebracht. De tarieven die wij hadden was 0,058 cent in het daltarief en zeg maar 7,5 eurocent in het normale tarief. En vermenigvuldigd met de kilowatturen komt dat neer op in het daltarief 31 euro en in het normaal tarief 208 euro, wat samen 240 euro is bijna. Maar dat is niet alles, dat is alleen de stroomprijs die je betaalt. Daar komt natuurlijk nog veel meer bij. Denk bijvoorbeeld aan de energiebelasting. De energiebelasting die we hebben uitgespaard op deze manier is 3310 keer 11,8 cent per kilowattuur oftewel bijna 400 euro, en ook de energieopslag hebben we natuurlijk uitgespaard. Uh, Dat is gelukkig iets lager per kilowattuur, maar alsnog altijd bijna 110 euro. En rekenen we deze drie bedragen nu samen bij elkaar op, komen we uit op een besparing van 740 euro en 58 eurocent, wat op onze investering van 4719 euro, die het in totaal heeft gekost, een rendement oplevert, dus van 15,7 procent. In de eerste 12 maanden dat we het systeem hebben geplaatst en hebben gebruikt, dus kort samengevat, hebben we in het eerste jaar 740 euro bespaard met onze zonnepanelen. Dit betekent dat we bijna 16% rendement hebben gemaakt op de investering die we hiervoor hebben gedaan en dat we dus een terugverdiende tijd hebben van iets minder dan 6,5 jaar. Dit rendement had trouwens hoger kunnen zijn. Dit had 19% kunnen zijn. Wanneer we dus op de juiste manier het contract zo hadden gedaan dat we de BTW wel hadden kunnen terugvragen. En daarmee zou dan de terugverdientijd zijn uitgekomen op iets meer dan vijf jaar. In plaats van de 6,5 die we op dit moment hebben. Maar ook met ons rendement ben ik gewoon heel erg tevreden. Natuurlijk is het goed voor het milieu. We hebben bijna 1300 kilo CO2 uitstoot bespaard. Wat overeenkomt met 39 bomen planten. Dat is niet de enige reden waarvoor we doen. Natuurlijk ook om zelf rendement te maken. En met dat rendement ben ik gewoon heel erg tevreden. Bijna 16% is gewoon heel erg mooi. Zeker als je het ook vergelijkt met aandelen waarop de lange termijn het gemiddelde rendement op ongeveer 8% uitkomt. En ook het rendement van zonnepanelen kan natuurlijk fluctueren per jaar. Je bent afhankelijk van hoeveel zon er schijnt, hoe warm. Het is als het te warm wordt, leeft het ook minder op. Maar het is natuurlijk niet zo dat we negatief kunnen komen. Dat is wel iets wat met aandelen kan gebeuren. Je kunt jaren hebben dat je eigenlijk een negatief rendement maakt. Maar ik ga ervan uit dat de zon altijd zal blijven schijnen. En dat zonnepanelen dus altijd in ieder geval iets opbrengen ieder jaar. En dan ben ik ook wel benieuwd of jij zonnepanelen hebt, of misschien zonnepanelen overweegt. En zo ja, wat dan jouw rendement is geweest op jouw zonnepanelen. En waar jij naar kijkt om juist wel of niet deze investering te gaan doen. En laat dat weten via de reactie onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hop ik jou bij de volgende video weer te zien.